Goeiedag. Dit is Lucas de Man, stadskunstenaar van Den Bosch. En hij heet je van harte welkom bij Oog. Een kunstproject waarin de stad zich laat zien. Weet je wat zo mooi is aan ogen? Is dat ze zowel de binnen- als de buitenkant van de mens laten zien. Elk oog is uniek. Wij vroegen, wie heeft de mooiste ogen van Den Bosch? Meer dan 1000 mensen hebben zich aangemeld met hun ogen. We hebben er daar 5 van gekozen. 5 prachtige ogen. En die ogen zijn elk een wereld op zich. 5 ogen aan 5 verschillende gebouwen. Elk gebouw heeft een andere functie in de stad, voor de stad. Zo hebben we een theater. We hebben een ziekenhuis, een heel groot modern ziekenhuis. We hebben een oud gebouw, een grote fabriek die nu een nieuwe bestemming krijgt. We hebben een beschermd monument. En we hebben een heel groot, modern, hedendaags bedrijf. Elk gebouw krijgt een oog en zo krijgt de stad ogen. En een stad met ogen is een stad die kijkt en zich laat zien. Geen gesloten deuren, geen dichte ramen, maar open. Voor we verder gaan, wil ik je eerst uitnodigen om te kijken. Gewoon links, rechts, onder, boven. Kijk maar rustig rond. Nu heb ik een vraag voor jou. Als je nu voor je kijkt, wat zie je dan? Wij mensen, wij leven steeds meer in steden. Steden groeien exponentieel. En tegelijkertijd zijn steden steeds anoniemer. Je kent je vrienden, je kent je familie, je kent misschien wat collega's. Maar voor de rest is de vraag, wie ziet jou? Ik geloof dat mensen nood hebben om gezien te worden. En niet alleen in hoe stoer en hoe succesvol en hoe sterk en koopkrachtig men is, maar ook in het zoeken. Een echte stad is een stad waar je als mens dat zoeken, dat twijfelen mag delen met elkaar. En als je dat kunt delen, dan word je als mens gezien. Wij hebben ogen in de stad gehangen, zodat jij even boven de lucht kan hangen, boven de wereld en kan kijken. Dat je kunt kijken en dat je niets moet. Nu heb ik een vraag voor jou. Als je nu voor je kijkt, wat zie jij dan?